mensen naar de zin maken en aandacht geven en oprechte aandacht. Ja. Dat is het mooiste wat er is. 2025 kleden wij James Bond. New Taylor wil het adres zijn voor exclusieve maatkleding. En medeoprichter Roel Wolbrink is mijn gast. Roel, van harte welkom. Dankjewel, Roel. Nou, laten we meteen beginnen met het vak. Wat heb je aan? Ik heb vandaag een duidelijk ruitpak aan van Harrisons gemaakt met een los binnenwerk. Lekkere bretels erin, bretelbroek. Ik kan dit jasje heel goed dragen op een spijkerbroek. Af en toe eens een keer op een grijze broek. Ik heb die broek wel eens los aan in het weekend met een goede trui erop. Okay. Bewust dit pak. Ik zie je vaak in dit soort aardekleuren, want kleuren is ook een ding, hè? Zeker is kleuren. Hmm. Ja, natuurlijk. Met een donkerblauw pak zet je jezelf echt wel als een leider neer. En dat is echt een hele harde kleur. Ja, ja, ja. En dat is een hele zakelijke kleur. Dus heel veel mensen kiezen te vaak, wat mij betreft, voor het donkerblauwe pak of het grijze pak. Ja. Omdat dat zo goed bij de functie past. Of paste. Hè? De markt is echt aan het veranderen. Of het beeld is echt aan het veranderen. Mm. Maar deze kleur die past heel goed bij mijn karakter. En het liefst doen we dat in de winkels ook. Hè? Dat we kijken van voor wie mogen we een pak maken. Of een jasje maken. Alleen een broek maken. En dan echt kijken wat van materiaal en wat van kleur het beste bij het karakter. En dan ook nog eens een keer bij de uitstraling past. En daar wil ik zo meteen even op door. Hè? Maar eerst even afmaken met de das. Is dat, dat wordt hem? Is hem? Nou, wat is het voor stof? Ja, dit is een, ook nog eens een keer een wollen stof. Ja, heel toevallig vanmorgen kwam ik deze tegen. En toevallig. Hij past feilloos bij je pak. Nee, maar ik denk daar wel over na, natuurlijk. Maar wat is de trend op dit moment in dassen dan? Als mensen al dassen dragen, er worden gewoon minder dassen gedragen. Maar ik doe dat op camera al helemaal bewust, omdat je gezicht gewoon meer aandacht krijgt. Oh, ja. Zouden we straks bij jou kunnen proberen. Echt waar? Ronnie met een das? Nou, nee. Dat zie ik niet 1, 2, 3 gebeuren. Nee. En dan moeten we bij jou ook nog weer eens een keer een andere knoop zou ik je bijna moeten leren. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Want ik heb wat ervaring. Ja. Want ik ben uiteindelijk wel eens bij jullie langs geweest. En dan is het inderdaad een soort warm bad waar je in komt, maar tegelijkertijd het gevoel van, joh, ben ik bij de psycholoog beland of ben ik bij een kleermaker aanbeland? Hoe werkt dat proces? Leg eens uit. En heel af en toe schiet ik daar ook wel eens in door. Zeker dat je het leuk vindt. Ja, natuurlijk. Maar vertel eens. Wij zijn ervan overtuigd dat op het moment dat je kleding net even iets meer aandacht geeft, dat je er daarna gewoon weer minder over na kan denken. Dus vanochtend kan ik gewoon dit pakken, omdat ik daar van tevoren lang geleden eens een keer bewust over nagedacht heb. En dat moet het eigenlijk zo zijn, dat je er niet dagelijks mee bezig bent, maar dat je er 1 of 2 keer per jaar, dat je er gewoon even bewust bij stilstaat van, is mijn garderobekast nog goed? En dat de rest van het jaar het gewoon werkt. Ja, en op het moment dat op het moment dat mensen bij me binnenkomen, dan wil ik heel even weten van, wat doe je? Wat wil je uitstralen? Wat is het doel van je kleding? Wat wil je communiceren? Want een pak, of een jasje, of een hemd, of een das, het is allemaal communicatie. Ik bedoel, dat ik net in de visagie zit, wordt ook gewoon even heel even dat haartje recht. Heel even zorgen dat mijn gezicht niet te veel glans op camera. Maar toch, en hier wordt het uitvergroot, in een studio. Maar, Maar ik zie dan toch op een gemiddelde, ik doe nogal eens wat zakelijke bijeenkomsten als dagvoorzitter. En nou wil ik mijn publiek niet neerhalen. Maar het is nou niet zo dat er een diversiteit, er zit een diversiteit aan mensen in de zaal. Ja. Profielen. Ja. En allemaal verschillende types. Ja. Maar dat uit zich niet in een heel divers palet aan kleding. Nee, goed, omdat we zijn op de een of andere manier is het blauwe pak is het soort uniform geworden. En waar ik eigenlijk voor pleit is omdat we dat uniform een beetje achter ons laten. Ja. En dat we bewust onze kleding op gaan zoeken die iets over jezelf zegt. En toch past ook bij je rol en bij de omgeving waarin je het gaat dragen. Richt je alleen op mannen? Ja, wel bewust. Ja. De man die heeft gewoon een andere aankoopfrequentie, heeft een andere manier van kopen dan dames. Daar zijn wij gewoon goed in. Mm. En dat is hetgeen wat we doen. Vraag die vast nooit gesteld is. Ik kan tegenwoordig naar de Suit Supplies van deze wereld. En dan heb ik voor een paar honderd euro prima pakkie, zegt de gemiddelde zakenman. Ja. En dan kom ik bij jullie. Zijn toch hele andere tarieven. Nou, daar kun je nog over twisten, maar... Okay. Maar hoe verhoudt zich New Taylor ten opzichte van die, noem het maar even, grote spelers? Nou, ik kan daar heel veel op zeggen natuurlijk. Ik ben nu bezig om een nieuwe keuken voor mezelf uit te zoeken. En dat kan ik bij de IKEA doen. Ja. Dat ga ik niet doen.
Hmm. Ik wil iets wat echt bij mij past en wat begint bij, nou, bij wie ik ben en wat ik uit wil stralen en hoe ik het wil gebruiken. En ik wil iets hebben wat duurzamer is. Ik wil meer keuze hebben en daarna daarbij bewust geholpen worden. Hmm. Ik wil me niet conformeren aan wat er daar in het vak hangt en wat gewoon aangeboden wordt. We doen bewust alleen maar dingen op maat. We beginnen echt bij, nou, bij dat psychologische spel en bij heel even wie ben je en wat wil je? Wat wil je uitstralen? Daarna kijken we, hebben we in die 10.000 stoffen, dat zijn natuurlijk veel te veel. Mm. En dan ga ik je helpen om te zeggen van dit past wel bij je, dit past niet. Mm-hmm. En ben je het dat met me eens? Dus alleen het is een belevenis om iets uit te zoeken en om het daarna te passen. Dat heb je zelf één keer of twee keer mm-hmm. mogen ervaren. Mm-hmm. En er komt uiteindelijk een product uit, een jasje en een pak uit, die meer over jouzelf zegt, die persoonlijker is, waar je dus trotser op bent, waar je bijna rechterop van gaat lopen. Waardoor je echt zegt van dit is van mij en dan ga je er beter voor zorgen. En dat is een reden waarom onze pakken en jasjes en broeken en hemden vele malen langer meegaan. En dan is de aankschafprijs relatief, dat probeer je te zeggen. Nou ja, dat niet alleen. Ik bedoel, zo heel veel duurder voor dezelfde stoffen zijn wij helemaal niet. Nee, want wat kost een pak gemiddeld bij Nuteler? Ik denk dat wij nu, ik kan het je precies zeggen, vorig jaar zaten we op €1,117 gemiddeld. Gemiddeld? Ja. Je bent van de cijfers? Nou ja, goed, bedoel, op het moment dat je ondernemer bent, helpen cijfers, helpen wel degelijk. En een beetje discipline geeft heel veel vrijheid. Dus op het moment dat je weet hoeveel afspraken er aan het begin van de week in staan, hoeveel de volgende week in staan, dan kun je je bedrijf wel beter runnen en managen. Maar dan ben je wel een stukje duurder toch dan Suitsupply. Want daar heb je toch, dat betaal je geen €1,100 gemiddeld. Nee, maar goed, ook wij beginnen niet op €1,117. Je kan elkaar aanraken, zeg maar. Ja, we beginnen op €800. Ja. En met dat losse binnenwerk, op het moment dat je dat dan daar vergelijkt. Mm. Het is eerder te vergelijken met de Jort-collectie, die knap gedaan is en leuk in de markt is gezet. Ja. Heel goed zelfs. Ja. Ja, maar dat, de Jort is al een paar jaar, maar er is inderdaad ook geen goedkoop lijntje bij Suitsupply. Nee. Maar laat ik je toch even neerzetten als een wat kleinere specialist. Noem ik het dan maar even. Met twee winkels in Utrecht en Amsterdam. Precies, met twee winkels in Utrecht en Amsterdam. Met online mogelijkheden, maar niet om kant-en-klaar te kopen. Want nee, zo werkt wat het na niet. Te bestellen. Precies, als je eenmaal weet wie ik ben, wat mijn maten zijn. Dan kan ik zeg maar, doe me zelf de hemd, maar dan met een ander leuk stofje. En doe me dat stofje. Ja, of ik stuur je even wat toe. Ja. Lastig is dat als ondernemer of niet? Om je te positioneren in dat... Ja, toch wel harde speelveld dat retail heet en kleding heet. Nou, in Nederland is deze markt best nou, volwassen. Mm-hmm. Ook andere kleinere spelers die zijn heel volwassen in hun marketing. En iedereen maakt een eigen boekje met een inspiratie. Gewoon met mooie spullen om te inspireren. Online is de vechtmarkt best wel hard. Ik bedoel, Google die... Die verdient er goed aan, zullen we maar zeggen. En tegelijkertijd het verschil met de echt grote spelers, die is zo groot. Wij zijn zoveel meer de liefhebber, de mensen die het ambacht... Echt een andere markt. Ja, bedoel, in die zin, ja, ze zijn concurrent, maar ook weer niet. Is het lucratieve business? Ja, nou... Of moet je er echt... Is het vakmanschap en liefhebberij? Of is het ook gewoon als ondernemer gewoon een goed model? Kijk, we hebben vorig jaar hebben we echt een heel goed jaar gehad. En dit jaar groeien we weer harder door. Maar dat zien we in de winst nog helemaal niet toe. En niet terug. Omdat de kosten misschien wel voor de baten uitgaan. Of omdat de markt iets aan het veranderen is. Of we groeien dit jaar, ik denk, uiteindelijk een dikke 20%. Ja. Maar hebben daar ook wel... Het team is inmiddels gegroeid van 16 naar 23 mensen. Hoe doe jij marketing? We zijn, nou, wat ik net zei, de markt is best volwassen. Ook wij hebben daar een steentje aan bijgedragen. Waar ik het meest trots op ben, is dat we bijna alles doen met klanten. Vrienden eigenlijk van de zaak. Dus op het moment dat je een magazine bij ons aanvraagt of de foto's op de site ziet, dan zijn dat onze eigen klanten. Die het leuk vinden om daar een dag... voor vrij te maken en dan heel even door de visagie en mooi op de foto gaan in spullen die we voor dat seizoen maken. We doen eigenlijk best wel heel veel. We hebben vorig jaar een radiocommercial opgenomen bij BNR. En dat wordt dan ingesproken. Beste Ronnie Overgoor, Roel van Nieuw-Telen hier. Volgens mij sta je volgend jaar weer tig keer op een podium. Je hebt echt weer nieuwe pakken nodig. Wanneer kom je langs?
Nou, dat werd door 50 klanten werd dat weer gedeeld op LinkedIn. Dus we proberen echt wel... De klanten zijn de ambassadeurs. De klanten zijn de ambassadeurs. Hoeveel klanten heb je? Ja, er zijn... Je hebt de klant en klant. Ja, precies. Er zijn 4500 mensen die onze nieuwsbrieven krijgen. Meer dan de helft opent die ook nog. Dus nou, die beschouw ik dan echt wel als klanten, want ze zijn nog betrokken. Ja. Op jaarbasis zien we 1600 verschillende mensen. Sommigen komen twee keer, en andere één keer. Hoeveel omzet doe je, of is dat niet bekend? Zijn meer dat is wel bekend. Ik denk dat we dit jaar met alleen de winkels gaan we naar een kleine 2 miljoen. Oké. Je hebt een tijdje geleden sprak ik jou, toen had je het over je groeiambities en zo. En, ja. En onderdeel van groei hoort dan ook dat je een b-hack hebt, toch? Ja. Leeft dat nog? Zeker. Wat is zeker. Een b-hack? Ja, dat is een heel ingewikkeld, big hairy audacious goal. Ja, oftewel, het is een soort, zeg maar, hele hoog... Nou, dat is misschien voor de kijkers is dat ook wel leuk. Ik bedoel, ik had wel eens een paar jaar geleden was ik helemaal niet bezig met iets najagen. Want we hadden het naar ons zin en we deden het goed en we groeiden. Ja. En ik vind het nog steeds leuk om op de vloer of in de winkel gewoon met klanten bezig te zijn. Ja. Nee, want daar doe je het voor. Ja. Gelukkig ben ik dat niet vergeten. Nee. Er is nog een verschil met wat grotere spelers. Hè? Ik wil gewoon gevoel houden daarbij. Ja. Maar ik was helemaal niet bezig met een doel nastreven. Maar een doel nastreven, dus dat zo'n B-hack hebben... helpt wel degelijk om drive in een team te krijgen... en om wel die groei te realiseren. Hè? Want jarenlang bleven we een beetje rond hetzelfde omzetniveau hangen. Ja, dat is link. Nou, dus ik weet niet. Ik had een gezin. En ik wilde gewoon voor mijn kinderen en mijn partner. Wilde ik er zijn. Dat was prima. En nu hebben we voor 2025... we gaan gewoon James Bond kleden. Dat is de B-hack. Daar hoort natuurlijk nog dingen bij. Ja. Maar dat is best dichtbij. Want we hebben de business-to-business tak... die doen we samen met die Engelsen. Hmm. En die hebben weer een neef van de oprichter daarvan. De degrees of separation, die zit, de filosofie natuurlijk. Precies. Die staat op de top 10 lijst van genomineerden. Mr. Norton. Iedereen kan hem opzoeken. Dus het gaat gewoon gebeuren. Dat wij 2025 kleden wij James Bond. Bij de volgende, mocht het een man blijven en mocht het dit geval een witte man, eng woord trouwens, dan zijn we heel dichtbij. En zo niet, dan moeten we misschien zelfs het product aanpassen. Maar goed. Dichterbij, wat zijn de strategieën iets dichterbij? Je hebt nu Amsterdam-Utrecht, 2 winkels. Ja. Wat heb je op de komende paar jaar? We zijn wel aan het kijken of we in Den Haag nog een vestiging willen hebben. Maar Utrecht moet ook verbouwd worden. We zijn met de Engelsen zijn we aan het kijken hoe we hun qua marketing kunnen helpen. Want dus we moeten daar nog wel even keuzes maken. Okay. De komende 2-3 maanden eigenlijk. Ja. Want dan begint 2020. Amsterdam is net verhuisd van de Spiegelgracht 21 naar... of sorry, van 30 naar 21. Ja, naar de open. Is een groter pand geworden. Ja. Dus in Amsterdam, dat gaat heel goed. Maar daar is ook nog ruimte voor groei. Maar Den Haag is de eerste. En qua producten zijn we aan het doorontwikkelen. We maken safari-jasjes... overshirts. Elk jaar introduceren we 4-5 nieuwe producten. Zijn overshirts? Ja, dat zijn eigenlijk dat je een jasje op een manier gemaakt zoals een overhemd. En die draag je over je overhemd. Dus het wordt iets casueler, ook in het straatbeeld. Het beeld is aan het veranderen. Mm. En niet iedereen wil meer een pak aan. En laat staan dat er schoudervulling in zit. Wat gaan we in 2020, als we even alle ondernemers die nu zitten te kijken... Ja. En die denken, ik ga eens door mijn kast heen voor 2020. Wat moeten ze er in ieder geval uithalen en in de prullenbak sodemieteren? Kan niet meer? Voor weggooien, dat hoeft met onze spullen ook niet. Niet meer? Op het moment dat je nog jasjes hebt waar heel veel schoudervulling in zit... zou ik die er even uithalen. Voor sommige mensen begint juist de streep weer terug te komen. Maar op het moment dat je hem nu nog hebt hangen... dan zou ik hem daar wel laten hangen. Op het moment dat... Streepje kan niet meer, nee? Ja, dat is al een paar jaar over gehoord. Ik heb er nog een paar. Ja, dat zou ik niet meer doen. Nee? Nee. Oh, nee, toch eens een keer langskomen. Ja, precies. Dat is sowieso leuk. kletsen nog wat langer door. Geen streepjes meer, nee? Ja.
Wat er nou echt niet meer kan. Nou, ik zou... Laten we het omdraaien. Wat zie je in 2020 gebeuren aan mooie dingen, aan veranderingen? Je zegt zo'n overshirt. Ja, overshirts. Gewoon jasjes waar, die gewoon net van losser van stof zijn. Mm-hmm. Net andere materialen dan wol. Hè? Dus katoen en combinaties daarvan. Mooie basket weaves in een bruin tint. Wat zeg je nou, basket weaves? Ja, dat is heel ingewikkeld. Laat ik je graag zien en voelen. Maar daar zit iets meer structuur in. Hospitality zit in jou, even tot slot. Maar dat zit echt in jouw ader. Hè? Want je ouwe lui hadden vroeger, had hij nou een hotel of was dat nou? Ja. Maar je hebt een hotelschool gedaan ook, hè? In Maastricht. Is that what makes you tick uiteindelijk? Om gewoon klanten en relaties gewoon heel te pamperen en blij te maken? Nou, dat voel je wel goed aan. Hmm. Mensen naar de zin maken en aandacht geven en oprechte aandacht. Ja. Dat is het mooiste wat er is. Ja. Ik bedoel, en uiteindelijk gaat het om dat wij met z'n tweeën een klik hebben. En ik wil jou en alle anderen wil ik iets maken waarvan ze zeggen van ja, daar voel ik me lekker in. Ja. Daar voel ik me ontspannen in. Dat zegt iets over mij. En vroeger kon dat inderdaad met iets wat uit de keuken kwam. Mm. Maar dat was ook al bedacht. Hè? Ja. Er was een menukaart 2 keer per maand. Mm. En ik maak nu iets waarvan ik tegen jou zeg van ja, maar wat vind je nou echt lekker? Ja. Wat vind je nou echt mooi? Nou, dan gaan we dat voor je maken. Ja. En soms weet je dat niet en dus ga ik jou helpen. Mm. En die aandacht en die wisselwerking met klant en ons team. Dat is inderdaad wat ons... Ja, that makes me tick. Ja, ja. Ik wens je daar heel veel plezier mee de komende jaren. En succes. Dank je wel, Rolf. Dat gaat helemaal goed. Dank je wel voor dit gesprek. En jullie, dank je wel voor het kijken naar weer een gesprek op CVD-TV. Zit je op YouTube te kijken, abonneer je dan op ons kanaal. Geef ons een duimpje omhoog. En heel graag tot een volgende keer. Dank je wel voor nu. Hoi.